We zijn alweer toe aan het laatste onderdeel van dit ochtendprogramma. Dat is een paneldiscussie. Daan, zet hem op. Ja, dankjewel. Want jij gaat dit doen. Ja, nou, dat moeten we samen doen. Mensen, we hebben gedaagd om in deze kleine ruimte degene die we in het panel hebben een beetje in het midden centraal te zetten. Dus die wil ik vragen om een beetje in een kringetje te maken met elkaar. Dat is Arnold Bakker. Wilt u even gaan staan van het... Hij vertegenwoordigt de provincies. Ik zou, als jij je stoel hiervoor zou willen zetten, dan kun je zo een kringetje vormen met Henne Ticheler van Waterschap Rivierenland. Dus waar Arnold vanuit het beleid namens de provincies aanwezig is, is Henne vanuit de waterschappen daadwerkelijk beverbeheerder, bevercoördinator, heeft met alle problemen in de praktijk te maken. Dan hebben we Annegret vanuit Wageningen Universiteit. Misschien wil je even gaan staan en je in het kringetje erbij komen zitten. Je mag er wel tussen zitten, gewoon je gezicht er naartoe draaien. En jij kan ook wel iets dichterbij schuiven, dat we echt onderdeel zijn van het publiek. Annegret, je hebt je al voorgesteld, dus daar laat ik het voorlopig even bij. Robert Maarschalk van Rijkswaterstaat. Het is natuurlijk super fijn dat ook Rijkswaterstaat bijdraagt. Kom maar bij een beetje bij in het kringetje zitten, draai je wat bij. En mag ik jou ook vragen? Nou, schiet me naam. Michel van de Boogaard, wat suf van mij. Michel, dankjewel. Michel is van ProRail en is eigenlijk vanuit verschillende optiek al jaren bezig om in zijn organisatie en daarbuiten voor te bereiden dat we dat er een bever aankomt. En dat we onze ogen niet moeten sluiten voor wat er aankomt. Dus ik ga jullie nu een soort paneldiscussie laten voeren. Maar ja, jullie zijn het allemaal met elkaar eens. Jullie hebben samen dit kenniscentrum opgericht. Dus een discussie, het is de vraag of het een discussie wordt, maar... Het is in ieder geval een mogelijkheid om jullie te vragen, hoe bereidt jouw organisatie zich voor op deze komst van de bever? Hoe reageren jullie op de voorspellingen van Vilmar en delen je collega's dat ook? Misschien mag ik eerst de visie van jou vragen, Michel, vanuit ProRail. Hoe bereid jij je voor en hoe bereiden jouw collega's zich voor? Ja, dankjewel. Een paar jaar geleden ben ik door Huns en Aas bij een locatie gehaald in Groningen, waar een bever een plek gevonden had in de spoordijk. Gelukkig was er nog een voortaluut, dus het was niet tegelijk bedreigend voor het spoor. Maar dat heeft mij de ogen geopend, want daarvoor dacht ik dat bevers hele leuke beestjes waren. Schadeloos en waar ik in Noorwegen voor in het donker op de knieën ging zitten wachten om er eentje te spotten. Maar ze bleken dus enorme holen te maken. Nou, voor ProRail is dat heel bedreigend. En dat is niet de bedreiging van dat het land onder water kan lopen. Dat is natuurlijk super belangrijk in Nederland. Maar voor ProRail is met name het belang dat een trein zou kunnen ontsporen als gevolg van zo'n groot hol onder het spoor. En met name als één van de twee spoorstaven ineens verzakt, als het gaat regenen, kan zo'n hol instorten, dan kan de trein ontsporen, kan dodelijkere gevolgen hebben. Dus dat is echt een hele grote bedreiging. Waarvoor ik binnen ProRail lobby om daar aandacht voor te vragen. Want we bevinden ons nu in de riante positie dat we het risico zien aankomen, maar het heeft zich nooit voorgedaan. Dus als we nu tijdig aandacht gaan geven aan dit probleem, dan zijn we het misschien voor. Ik vrees, als ik de plaatjes zie van de verspreiding van Vilmar, dat we dat niet gaan redden. Er gaat vast wel een keer ergens iets mis, maar dan blijft het hopelijk beperkt tot een kleine verzakking. Maar er zijn nog andere problemen met bevers voor ProRail. Als er een dam gemaakt wordt in een beekje naast het spoor, dan kan het water... In Taarlo hebben we een halve meter spiegelverhoging. Dat betekent dat het baanlichaam, wat het gewicht van die trein moet dragen, kan verzwakken. Omdat het water gewoon in het baanlichaam hoger komt te staan. En zo'n pijlverhoging kan ook heel bedreigend zijn, kan ook leiden tot ontsporing. Daarbij hebben we ook nog het probleem dat die bevers bomen omknagen. Die bomen kunnen plotseling vallen en die kunnen enorme schade veroorzaken voor de treindienst, maar ook de hele bovenleiding kan naar beneden komen. Waardoor er een hele dag geen trein meer kan rijden op zo'n baanvak. En daar is ProRail voor besteld, hè, om die sporen beschikbaar te houden voor treinen. Ik moet misschien nog even toelichten. ProRail is zeg maar het Rijkswaterstaat, maar dan van het spoor. Wij beheren het spoor en we zijn de eigenaar van. We rijden niet met treinen, dat doen anderen. Maar wij hebben dus wel de taak om dat spoor beschikbaar te maken. En een ander probleem van die beverdammen is dat eventueel, als dat in een bevolkt gebied is, dat mensen over die dam heen kunnen lopen naar het spoor. En dat is wat we ook per se niet willen. Onbevoegden bij het spoor geeft enorm veel treinhinder.
Dus zomaar vier problemen die wij nu zien aankomen. En zo'n dam, dat hebben we al bij Taarlo. Gelukkig in een heel erg afgelegen plekje. Daar gaat vast niemand overheen lopen. Maar we hebben er nog geen beleid klaar op. Dus we zijn bezig om daar nu intern aandacht voor te vragen. We zijn hier met drie ProRedders aanwezig. Dat groeit gestaag. We hebben het deze dag aangekondigd op onze interne website. Zodat iedereen bij ProRail er even op gewezen wordt. En hopelijk krijg ik dan ook meer aandacht van de mensen die bijvoorbeeld gaan over het baanlichaam zelf. Want daar ga ik zelf helemaal niet over. Ontzettend bedankt, Michel. Verwijs je collega's ook naar het linkje van deze dag, want het is online zometeen beschikbaar. Ik had nog even opgezocht. De laatste bever was in 1826 doodgeknuppeld, zoals Vilmar net ook zei. En in 1988 werd hij weer geïntroduceerd. Maar in die tussenliggende 162 jaar, zonder bevers, werden de eerste sporen in Nederland aangelegd. Dat is in 1837 begonnen. Dus die sporen zijn aangelegd zonder bevers en die zijn er ook totaal niet op voorbereid. Een mooi historisch perspectief. Robert van Rijkswaterstaat, hoe bereidt jouw organisatie zich voor? En wat is je tip voor andere organisaties? Nou, de voorbereiding op dit moment heeft nog niet zo heel sterk plaatsgevonden. We hebben het programma Ruimte voor de Rivier gehad, waarbij we hoogwaterveiligheid een plek gaven en ruimtelijke kwaliteit. Nou, ruimtelijke kwaliteit in de vorm van natuurontwikkeling. En daarbij hebben we eigenlijk mogelijkheden gegeven voor bevers om zich te kunnen huisvesten. Maar dat is geen doel op zich geweest. Voor de kaderrichtlijn waterprogramma's, waar we kijken naar waterkwaliteit en herinrichting van de uiterwaarden, hebben we al wel de ontwerpers meegegeven van houd er rekening mee, maar het is geen prioriteit. Nu met het nieuwe inzicht en ook al eerdere contacten met de zoogdiervereniging vanuit Vilmar is er wel meer bewustwording van ja, we moeten wel gaan acteren ook hierin. Rijkswaterstaat heeft dan eigendommen meer in de uiterwaarden en langs de oevers. Dus er zijn geen directe bedreigingen, maar we hebben wel samen met de waterschappen de oogwaterveiligheid hoog in het vaandel en als kerntaak. Dus we moeten daarin samen opereren en nou, er zijn al wat overlegstructuren die daarin plaatsvinden. Henne tref ik daar regelmatig in. Ook een aantal anderen hier in de zaal die ik al digitaal heb getroffen, om het zo maar te zeggen. Dus ja, we hebben daar nog heel veel werk in te doen. Dat is mijn beeld hoe we dat moeten gaan vormgeven. En dan werk denk ik aan kaderrichtlijn waterprogramma kent nog een aantal tranches. De derde tranche komt eraan. Dat zit in de planfase. Dat betekent dat we in ontwerpen iets mee kunnen geven, zodat er rekening wordt gehouden met vestiging van bevers, waar je dat wel en waar je dat niet wil. Dicht langs de dijken is dat gewoon onwenselijk. En dat je ook kijkt van, goh, als er hoogwater is, wat doe je dan? Hè? De ideeën zijn er al vanuit de zoogdiervereniging. Denk aan hoogwatervluchtplaatsen. Hoe kunnen wij dat op ons eigendom faciliteren? Ik zat net al even te brainstormen met mijn collega Twan. We hebben ook eigendommen die zijn al, die liggen al heel hoog. Dat zijn de oude hoogwatervrije terreinen. Die zou je met herinrichting bijvoorbeeld geschikt kunnen maken voor locaties waar bevers naartoe kunnen tijdens hoogwater. Dus, maar goed, dat moet zich allemaal nog meer gaan voltrekken. We staan wat mij betreft aan het begin daarvan. Zou je alsjeblieft af en toe een soort afschrift van je bevindingen en die nieuwe vondsten op dat kenniscentrum willen delen? Ja, want wat jullie doen is het wiel uitvinden. En dan hoeven andere mensen dat wiel niet opnieuw uit te vinden. Ja, dankjewel. Vanuit de provincies, ik ben echt super blij dat provincies betrokken zijn geraakt. Kun je schetsen hoe dat proces is gegaan en of alle provincies daadwerkelijk zijn aangehaakt? Wat bedoel je met aanhaken? Ik neem aan dat alle provincies zijn aangehaakt via het IPO. Zijn alle provincies ook daadwerkelijk zich al bewust van de problematiek die op hun afkomt? Kun je dat schetsen en wat de provincies nog meer willen doen? Ja, dat is goed. De provincie heeft eigenlijk twee belangrijke taken. Zowel ook de bescherming van de bever, dat is ook een hele belangrijke. We zijn ook Natura 2000 aangewezen voor de bever. En daarnaast hebben we het faunabeheer. Dus de provincies zijn ook verantwoordelijk dat het beheer goed kan plaatsvinden. En door de komst van de bever komen die twee heel dicht bij elkaar. En voor het faunabeheer heb je eigenlijk kan de provincie tools geven, wettelijke tools, om de bever te mogen aanpakken, laat ik het zo noemen. Dat is redelijk breed. En met actief soortenbescherming, dat is ook een term bij provincies, kun je ervoor zorgen dat bevers het heel goed doen, zeg maar. Dat ze zich prettig voelen in het gebied.
Ja, wat we zien... Ja, ik werk zelf in Limburg. Nou, dat is al geschetst. Limburg zit vol met bevers. Wij lopen ook erg voorop. Hebben we soms het idee. En ja, dat geeft worstelingen, strijd. Dat is ook heel nuttig. Ja, ik denk iedereen moet zich ervan bewust zijn dat de bevers komen. Want ja, je ziet het, die zijn er en die gaan ook niet meer weg. Het niet weggaan betekent ook, ja, de bever is nog steeds strikt beschermd. Daar moet je echt rekening mee houden in je beleid. En ja, dat maakt het geven van die tools, zoals ik zei, in faunabeheer soms is dat best lastig. Laat ik het zo noemen. Maar waar we vooral op moeten inzetten, denk ik, is, en dat staat bij de provincies ook nog een beetje in de kinderschoenen, dat is preventie. Eigenlijk is iedereen, iedere grondgebruiker, iedere grondeigenaar is zelf verantwoordelijk om aan preventie te doen. Maar ja, je ziet dat het bij de bever hele hoge kosten gaat geven. De provincies hebben, ja, die gebruikten in het verleden ook altijd het argument, ja, als wij aan preventie gaan doen, waar eindigt het dan? Moeten we dan ook een auto gaan helpen beveiligen tegen steenmatters bijvoorbeeld? Maar je ziet door de discussie van een wolf, en dat is een, ja, dus eigenlijk, die heeft ook dezelfde beschermingsgraad als de bever, dat provincies nu toch ook mee gaan werken om mee te gaan financieren aan preventie. En dat is alweer een stapje vooruit. Dus ik denk nu dat besef bij de provincie zeker flink aan toenemen is. En ja, inzetten op preventie en communicatie. Dat is heel belangrijk. Dankjewel. Je zegt dat er verschillende manieren zijn om te beheren. Dat kunnen hele goedkope manieren zijn om problemen te voorkomen. Van gaas rond een boom of een stukje uitrasteren rond een dam of een dam een beetje verlagen. En het kunnen hele kostbare zaken zijn als het om daadwerkelijke waterkeringen gaat of grote ingewikkelde constructies. En je noemde ook faunabeheer, dat je daadwerkelijk ingrijpt in de populatie. Dat in de beheerplannen die nu er zijn, is er een soort escalatieladder, waarin eerst alles geprobeerd wordt om het op te lossen met preventie. En dan met eenvoudige oplossingen. En dat pas in het uiterste geval over wordt gegaan naar populatiebeheer. En dat is de vraag die ook aansluit op wat je eerder vandaag stelde. Er komt misschien een moment dat er geschoten gaat worden. Dat bevers gedood gaan worden. Wanneer houdt dat op? Limburg is al volop bezig. En eigenlijk doe je dat pas als je de escalatieladder niet meer kunt lopen. Niet meer kunt doorlopen. Die escalatieladder, dat is gewoon een wettelijke vereiste, daar kun je niet omheen. Dus en bij de habitatrichtlijn is die nog sterker. Dus je moet de escalatieladder doorlopen. Ja. En als dat niet kan, en dat is in best wel veel gevallen ook, als je in kale landbouwgebieden zit, als je in watergangen zit, kun je, ja, je kunt watergangen niet blokkeren voor andere functies. Ja, daar blijft er maar één optie over. Dus een escalatieladder is een volgorde van hoe ingrijpend en hoe kostbaar een maatregel is. En het ingrijpen in het welzijn van het dier, het doden van het dier, dat is werkelijk de meest ingrijpende maatregel die kan plaatsvinden. Jij weet misschien ook meer over dat aspect van populatiebeheer. Daar mag je ook op toelichten, maar in eerste instantie, is het waterschap rivierenland goed voorbereid? En wat mist er nog voor hun? Nou, ik denk dat wij nog steeds bezig zijn om ons goed voor te bereiden. Een belangrijk tool voor ons is natuurlijk de ontheffingen op de wet natuurbescherming om maatregelen te nemen op momenten dat het een bever problemen veroorzaakt. We hebben binnen ons waterschap met 4 provincies te maken. Iedere provincie heeft weer zijn eigen beleid en zijn eigen ideeën over hoe dat natuurbeleid ingevuld moet worden. Nou, dat is best een worsteling. We proberen dat samen met andere waterschappen op te pakken om gezamenlijk beverprotocollen te schrijven. Nou, als je dan het ontheffingentraject ingaat, dan is dat nog best een weerbarstig traject. Waarbij provincies verschillende keuzes maken. Daar zijn we nog volop mee bezig. Een ander ding wat we doen als waterschap is aan de preventieve kant in het kader van de hoogwaterbeschermingsprogramma preventieve maatregelen nemen op locaties waar echte risico's op graverij in de dijken ingeschat worden. We doen dat niet langs het volledig traject wat versterkt gaat worden, maar echt, we kijken dan
Hoe ziet het leefgebied eruit daar? Verwachten we een bevergraverij, dan worden daar preventieve maatregelen genomen. Zoals bijvoorbeeld het ingraven van gaas langs de waterkering. Misschien het verleggen van een teensloot langs de dijk. Zodat het water verder van de kering afkomt. Dat soort maatregelen kun je aan denken. Ja. En op de website van het kenniscentrum kun je dus vinden hoe die protocollen eruit zien. En hoe zo'n escalatieladder eruit zien. En hoe die verschillende maatregelen eruit zien. En in die zin kan zo'n kenniscentrum ervoor zorgen dat andere provincies die zich moeten voorbereiden en andere waterschappen liefst gezamenlijk ook hun protocollen ontwerpen en daarmee daadkrachtig kunnen optreden. Annegret, have you been able to follow the discussion? So you bring in experience from other countries. To what extent is the beaver managed by solving problems in the field and by managing the populations in Switzerland? So, yes, that's a difficult question. So, I mean, I worked in Switzerland and I have experience in Austria too and in Germany and in England to an extent, because the beaver only just started in England, so there's not so much experience there around. But in Switzerland, we're looking back at, I don't know, 60 years of beaver management, active beaver management. And in Austria, they did preventive beaver management, so they made very elaborate plans about what to happen when the beaver comes throughout Austria, for example. And in Germany, it was a bit more planless, but it's already a while ago. So I think, I'm not sure at which stage the Netherlands is with regards to the planning, how to address the problems with the beaver, but there is a lot of knowledge in the countries that have the beaver already since a long time that you could tap into. And I would recommend that because especially in Switzerland, the person that I work with in Switzerland is extremely active, Christoph, yeah. And he's been collecting data for the last 60 years, which is the core thing that he does. So he's collecting data and that now enables us to do the further research and to quantify the ecosystem. So it's a very smart approach, yeah, that they've done. So if I would have to manage the Dutch landscapes in combination with a beaver who's also going to manage it, don't get me wrong, then I would reach out to these countries that have successfully managed and continue to successfully manage the beaver, because it's different, but it is not that different. See, the core problems always remain the same. It's about farmers, it's about water, it's about damage to the streets. So that would be my suggestion that I would leave here, I think. And it's about damage to nature areas as well. So I wish this empty spot was filled with somebody from a nature conservation agency that they could ask, how is your organization prepared and what are you contributing to het draagvlak? Wat draagt u bij aan zorgen dat bever hier kan aarden in dit land? Er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. Staatsbosbeheer heeft bijgedragen aan het uitzetten van het bever. Het Gronings landschap, het Drents landschap hebben zich sterk gemaakt vanaf het begin om mensen te helpen in het veld. Zij zijn op de achtergrond bezig en ze hebben ontzettend veel leden in Nederland en ze dragen informatie uit over bevers. Dus ik denk dat we de natuurorganisaties heel erg dankbaar moeten zijn voor wat ze gedaan hebben tot nu toe om te helpen de bever te laten aarden in Nederland. Ik zou het leuk hebben gevonden als ze er vandaag bij waren geweest, maar in de toekomst zijn ze van harte welkom. Zij hebben ook met problemen te maken. Die werden net al even genoemd, omdat de bever in conflict kan komen met speciale beschermde soorten. Gaan we nu niet verder op in? We willen eigenlijk graag horen van Rijkswater, hoe moet dit kenniscentrum zich verder ontwikkelen? Het moeten, daar heb ik dan nu natuurlijk niet direct invloed op, maar ik zie het wel als een medium wat kan groeien als het ware. En waar meer organisaties hun weg naartoe kunnen vinden die gewoon ermee van doen hebben. Het zij vanuit beheer, het zij vanuit aanleg. Dat zijn de twee sporen hoe Rijkswaterstaat eigenlijk naar hun areaal kijken. Wat dat betreft denk ik is het goed dat er heel veel informatie en inzicht samenkomt. Want nou ja, de plaatjes zoals Vilma die lieten zien, die dwingt gewoon eigenlijk tot aanpak.
Tot zover is mijn bevinding daarover. Ja, dezelfde vraag voor mij, denk ik. Ik hoop dat het ook een plek wordt waar mensen elkaar weten te vinden. Dus het uitwisselen van contactgegevens lijkt me heel goed. En laten zien waar je mee bezig bent. Deel die informatie. Ja, prachtig. Wil jij ook een oproep doen aan andere organisaties of aan je provinciegenoten? Ja, we hebben ook mensen in dienst die naar klachten gaan en zo. Ondanks dat de bever al heel lang in Limburg aanwezig is, het wordt weer herfst, de blaadjes vallen en de bevers beginnen te knagen. Dus ja, de klachten blijven weer komen. En ja, zoals ook al is gezegd, ja, Vilma zei het ook al, bevers zijn inventief. Je vindt steeds weer nieuwe problemen en nieuwe oplossingen. Dus ja, ik ben echt blij dat er een kenniscentrum komt, is nu. Mooi. Ik denk dat het heel mooi is als iemand uit de zaal ook een vraag stelt aan de panelleden. En ik zag je al een hand omhoog steken. Ja, ik heb een vraag, zeg maar, hoe iemand zich verantwoordelijk om... We hebben hier een platform waar je kennis deelt, maar ook, zeg maar, om het bij elkaar te brengen. Dus je zit hier allemaal als verschillende organisaties. We hebben het over één beest. En je ziet dus, je hoort voor iedereen op de ruimte verschillende plannen. En je ziet, je komt vaak heel laat achter, zeg maar, dat er ergens een plan wordt uitgevoerd. En dan is het soms zit je dan in projectstructuren te vast. Van ja, dat zit niet in een scope, hè, zoals we dat noemen tegenwoordig. Dus dan wordt die niet meegenomen. Nou, en daar moet je eigenlijk voor zitten. Nou, en dan is misschien, zeg maar, wie van de organisaties wil daar een trekkende rol in spelen, dat die zegt, jongens, gaan we daar dingen samenbrengen, zodat het bekend wordt. En misschien is het, zeg maar, het kenniscentrum ook een platform waar al die plannen op staan, zeg maar, zodat iedereen kan kijken van, hey, is er in de buurt wat waar we op kunnen aanhaken? Anders gaan we het allemaal zelf doen. Tja, een hoop van dit soort planning rondom de bever kan natuurlijk plaatsvinden als binnen een bepaalde regio gesproken wordt over hoe we ons voorbereiden op de bever. Dus ik heb dan een voorbeeld uit Groningen en Drenthe, waar de waterschappen samen met de provincie en de stakeholders, mensen die iets met bevers te maken hebben, geïnventariseerd hebben wat ze kunnen verwachten. En hoe ze lokaal omgaan in hun landschap met een aankomende bever. Dat soort gremia waarin je samen een beverbeheerplan maakt, dat zijn de plekken waarop je die informatie kunt uitwisselen. Dit kenniscentrum is, verwacht ik, meer bedoeld voor de concrete maatregelen. Wat kun je doen? En de concrete bundeling van kennis. Wat zijn de voordelen van bevers? Zodat iedereen in ieder geval tenminste geïnformeerd is. Is er nog één dringende zaal vanuit de vraag aan de panelleden? Zeg je naam er even bij. Ik ben Inge Jans van Waterschap Limburg. En, ik zie in Limburg zitten de geschikte leefgebieden voor bevers. Wij noemen dat in het beleid de kansrijke gebieden. Die zijn vol. Dus je ziet dat ze steeds meer naar de niet-kansrijke gebieden trekken, hè, omdat het er steeds meer worden en ze een territorium hebben. Dus je ziet nu dat de permanente landbouwgebieden gaan koloniseren, havens, maar ook steeds vaker binnen de bebouwde kom terechtkomen. En dan spreek je dus andere organisaties aan, of dan krijgen die ook te maken met beverbeheer. Denk aan gemeentes, maar ook particulieren zelf, visclubs. En die richten zich meestal tot het waterschap, omdat het dier uit het water komt. Dus dan zal het wel bij het waterschap horen en die weten er meer van. Maar wij zijn in Limburg, of vanuit het waterschap Limburg, eigenlijk ook op zoek naar hoe je kennis voor de voor nieuwe mensen ontsluit. Dus bijvoorbeeld voor een particulier, van hoe kun je nou je tuintje beschermen tegen vraatschade of graverij. En ik hoor nu vooral het uitwisselen, hè, van kennis en oplossingen tussen organisaties. En dat we misschien ook voor de burger en gemeentes het toegankelijk moeten maken of onder de aandacht moeten brengen. Is dat ook een doel? Cruciaal. Ontzettend mooie vraag. Nou, ik weet het antwoord wel, maar er is misschien een van de ontwerpers van het kenniscentrum zelf die hier antwoord op wil geven. Michel, wil jij er antwoord op geven?
Ja, goede vraag. Lijkt me absoluut ook een doelgroep. Die nu wat onderbelicht is gebleven, denk ik. Maar we hebben een start en dit kan een hele mooie uitbreiding zijn, lijkt mij. Ik sta erachter. De ervaring uit het buitenland, van onder andere de Duitsers, meneer Swaap, is dat je in samenwerking, dat vrijwilligers een hele belangrijke rol kunnen spelen, dat een heleboel conflicten door contact tussen mensen opgelost kunnen worden. Dus als er lokaal iemand is met kennis die langskomt, of als mensen lokaal informatie kunnen vinden. De les is, de meeste problemen kunnen worden opgelost met goede informatie. Dus het is cruciaal dat die goede informatie bij de mensen komt. Soms via zo'n kenniscentrum, dat ze het zelf op kunnen zoeken. Soms via vrijwilligers van een zoogdiervereniging die die mensen opzoeken en ze helpen. Soms via een natuurbeschermersorganisatie die de juiste middelen en kennis ter beschikking stelt. Ik weet van het Drentse landschap dat ze in de beginfase van het uitzetten van de beesten in Drenthe problemen hadden verwacht. Maar de meeste problemen hebben kunnen voorkomen door puur goed contact en goede informatie. Wat bijzonder knap is en waar ik ze bijzonder voor respecteer. Bedankt voor dit bruggetje. Het kenniscentrum is er dus ook voor degene die zijn tuin en zijn monumentale boom wil beschermen. Waarvan akte. Dankjewel. Dankjewel ook panelleden.